Goedenavond. Premier De Croo roept zijn collega-politici op om de rangen te sluiten over de coronamaatregelen en dus niet openlijk om versoepelingen te vragen, wat enkele Franstalige liberalen de voorbije dagen hebben gedaan. Minister-president Geolet van de Franse gemeenschap vroeg om het overlegcomité sneller bijeen te roepen en de maatregelen te versoepelen. En vandaag drong ook MR-voorzitter Boucher daarop aan in de krant De Zondag. Hij maakte daarbij deze vergelijking. Als de cijfers laag zijn, waarom moet je dan tot 15 januari wachten om te evalueren? Als men 's ochtends regen voorspelt tot 14 uur, maar het is al droog om 10 uur, dan doe je toch ook je paraplu dicht. Boucher vindt het met andere woorden tijd om de coronamaatregelen terug te schroeven. Maar premier De Croo zegt dat zoiets ten vroegste kan vanaf half januari. Ik ben altijd bereid om naar de cijfers te kijken. Maar zoals de cijfers er nu voor staan, is het eerder pas half januari dat we in de veilige zone zijn. En dat zal prioriteit nummer 1 zijn voor mij. Het moet veilig zijn voor we een versoepeling doen. Ik hoop dat we toch geleerd hebben ten opzichte van het verleden. Als we vinden dat we ons hier gaan doorslaan als één ploeg van 11 miljoen Belgen, ja, dan zouden we ons politiek ook meer als één ploeg moeten gedragen. Laat dat dan mijn oproep zijn. Er blijven mensen flagrant de regels overtreden. In Antwerpen heeft de politie vanmorgen 43 mensen in een synagoge gevonden, een Joods gebedshuis. Ze waren met te veel en zaten in te kleine ruimtes bijeen. En ook in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 9 feestjes stilgelegd met alles samen 64 aanwezigen. Zulke overtredingen gebeuren overigens niet alleen in Antwerpen. Een van de lockdownfeestjes afgelopen nacht in Antwerpen vond plaats in deze Schuttershofstraat. Toen de politie er aankwam, hadden de feestvierders zich verstopt op het dak. Volgens de lokale politie het bewijs dat ze wel weten dat dit soort bijeenkomsten verboden zijn. Het valt altijd op dat die mensen wel goed weten dat ze die coronamaatregelen schenden. Want als de politie ter plaatse komt, ook afgelopen nacht was het zo, dan ofwel verstoppen de mensen zich of ze vluchten weg voor de politie heel vaak naar het dak in de hoop dat de politie hen daar niet vindt. Net als op eerdere bijeenkomsten werd her en der ook weer lachgas aangetroffen. Het ging nu weliswaar om kleinere groepen, maar wel op maar liefst 9 verschillende locaties. Daarbij zijn 64 personen geïdentificeerd door de politie. Die kwam daar niet straffeloos af. Hè. Dus we hebben procesverbaal opgesteld voor elk feestje dat er aan de gang was, met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het parket. Er wordt vandaag opnieuw geprobeerd om de vastgelopen Brexit-onderhandelingen vlot te trekken. Sinds vanmiddag zitten de onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk opnieuw samen in het Brusselse Berlaymont-gebouw. Ze zoeken naar een handelsakkoord dat er voor eind deze maand moet zijn. Want op 1 januari komt er een einde aan de overgangsperiode na de Brexit. Bij de start van de gesprekken vandaag toonde de Britse hoofdonderhandelaar zich optimistisch. We're going to be working very hard to try and get a deal. We're going to see what happens in negotiations today. And we will be looking forward to meeting our European colleagues later on this afternoon. Thank you very much. De Brexit vanaf 1 januari heeft mogelijk ook gevolgen voor de verdeling van het coronavaccin in het Verenigd Koninkrijk. Omdat er douanecontroles zullen zijn, dreigen vrachtwagens met het vaccin vast te zitten in files aan de grensovergangen en in de havens. De Britse regering denkt er al aan om vliegtuigen in te zetten. Ja, als overheid wil je natuurlijk wel vermijden op 1 januari en daarna dat die vrachtauto's vol met vaccins uit de fabriek in Puurs, dat die urenlang oponthoud kennen aan de grens, aan de kanaaltunnel en aan de ferries in Calais. Maar daar zou de Britse regering iets op gevonden hebben. Verschillende kranten melden hier vanochtend dat de regering legertransporttoestellen wil inzetten om de coronavaccins vanuit België over te vliegen naar het Verenigd Koninkrijk. Europees kampioen Elie Iserbyt heeft de superprestigeveldrit in Boom gewonnen. Hij verstevigt daarmee zijn leidersplaats in het klassement. Wout van Aert werd vierde vandaag. De start van Wout van Aert is helemaal niet goed. Iserbyt voert het veld aan en halfweg de eerste ronde passeert Wout van Aert in 30ste positie. 2 ronden heeft Van Aert nodig om helemaal vooraan post te vatten. Ook mee voorin Van Tournaut, Aerts, Iserbyt en Van Kessel. Het is aftasten. In de eerste helft van de wedstrijd beukt vooral Toon Aerts fors door, maar telkens keert iedereen terug.
Ook Van Aert probeert het een keer, maar niemand geeft een krimp. Al zijn al die tempoversnellingen wel slopend. Elie Iserbyt wacht lang af, maar als hij toeslaat is het fataal voor de anderen. Al zit het ook een beetje mee. Toon Aerts moet te snel van de fietsen op de moeilijkste klim en ook Wout van Aert heeft een probleempje. De vogel is gaan vliegen en Elie Iserbyt wint in Boom. Hij verstevigt zijn leidersplaats in de superprestige. Michael van Tournaut wordt tweede en Toon Aerts derde. Geen podium dus voor Wout van Aert, die vierde wordt. In de eerste klasse van het voetbal heeft leider Beerschot met 0-1 verloren van Eupen. Co-leider Racing Genk won wel met 4-2 van Antwerp. Genk is daardoor na 15 speeldagen alleen leider met 1 punt meer dan Club Brugge en 3 meer dan Beerschot. Antwerp is vierde. 6 december, dat is de ochtend van de gevulde schoentjes. Op veel plaatsen is de Sint geweest met speelgoed, snoep en chocolade. Ik zie het geweest, hè? Ja. Eens kijken. Gaan we zien. Ook bij de grootouders komt de Sint graag langs, maar met corona is dat dit jaar moeilijk. Gelukkig is de Sint creatief. Straks meer blije gezichtjes in het journaal van 7 uur. Tot kijk. Met de 14 Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download hem nu gratis.